Zo, welkom terug allemaal. Dit keer een filmpje over, met een aantal tips over het aankopen van tweedehands materiaal. In grote lijnen, als je online tweedehands materiaal wilt aankopen, en met fotografie is er heel veel tweedehands materiaal beschikbaar. Nu, als we online willen aankomen, hebben we twee opties. Dan hebben we eigenlijk de klassieke zoekertjeswebsites, zoals tweedehands.be, Capasa en Marktplaats bijvoorbeeld. Of je kunt naar online veilingwebsites gaan, zoals eBay. eBay is zonder twijfel de grootste. Nu, het voordeel van zoekertjeswebsites, klassieke zoekertjeswebsites, is dat je kunt, als je een zoekertje gevonden hebt, kun je contact opnemen met de verkopende partij en kun je de verkopende partij ontmoeten, het product zelf bekijken en dan eventueel nog een bot doen ter plaatse. Als nu bijvoorbeeld op tweedehands.be, ik heb hier mijn scherm gedeeld, ook als ik hier nu zoek op Nikon FM, wat een manuele analoge Nikon camera is, dan heb ik hier een Nikon FM3A, een werkende staat, die aangeboden wordt voor €500. Nu, €500 voor body alleen van een Nikon FM3A, ook al werkt die, zelfs al is die in goede staat, is dat aan de hoge kant. Ik zou daar eerder maximaal €400 voor geven. Als ik nu kijk naar dit exemplaar, dan zie ik zelf dat de achterkant dat de verf afgebladerd is en dergelijke. Dus dan zou ik voor deze zeker al geen €400 niet meer geven. Maar zoals gezegd, ik kan wel, als ik interesse heb, kijk, er is al een bod van €300 geplaatst, dat is een veel realistischer bod. Als ik nu echt interesse zou hebben, dan zou ik met die persoon contact kunnen opnemen en ter plaatse gaan kijken en dan eventueel een bod doen en alsnog tot de verkoop komen. Nu, als je via een klassieke zoekertjeswebsite koopt, zou ik één grote tip willen meegeven. Zorg dat je altijd het product gezien hebt voordat je het aankoopt en liefst niet online aankopen via een overschrijving zonder dat je de persoon in kwestie kent. Als je dan toch iets aankoopt zonder de persoon te ontmoeten of het product gezien te hebben, gebruik dan op zijn minst een creditcard of een PayPal-rekening, omdat die meer bescherming bieden in het geval het fout gaat. Nu, wat ook een pak meer bescherming biedt dan klassieke zoekertjeswebsites, is via eBay aankopen. Als we dan bij eBay hier nu op ons scherm Nikon FM3A gaan zoeken bijvoorbeeld, dan zien we hier een eerste zoekertje met die direct te koop is. Dus je kan op eBay kun je zowel zoekertjes plaatsen die je direct kunt kopen als zoekertjes die via de veiling werken. Zoekertjes die direct te kopen zijn, zijn net zoals nieuwe producten die op eBay staan en dergelijke meer, zijn vaak minder interessant. Hier ook in dit geval €450 voor een body alleen is aan de hoge kant. Als ik naar de afbeelding kijk, is de staat wel vrij goed. Niet super, maar wel vrij goed. Beter dan die van daarnet op tweedehands. Maar zoals gezegd, 450 is te veel geld. Je kan wel een voorstel doen. Maar ik acht de kans groot dat deze persoon er echt wel €450 voor wil. En niet veel zal zakken in prijs. Een trucje wat je ook vaak ziet. Veel zullen voor €500 te koop staan. Hier zie je bijvoorbeeld voor €450 te koop, maar wel een verzendingskost van €50. Een verzending van €50, dat is een product dat nog geen 500 gram zal wegen. Dus daar betaal je zeker geen €50 voor om dat verzonden te krijgen. Dan komt nu in dit geval komt het product van... Ik ben op zoek naar de locatie, maar ik zie hier niet direct... La Poste, ja, objectlock, Frankrijk, dus het komt uit Frankrijk. Zelfs uit Frankrijk iets verzenden zal u geen €50 kosten. Dus dat is een manier van de verkoper om op die manier toch ook nog iets extra eruit te krijgen. Nu, we spreken nu van Frankrijk. Frankrijk ligt binnen de Europese Unie, dus daar zal u geen invoerrechten of andere taksen op betalen, zoals BTW. Maar als je koopt uit een land buiten de EU, dan betaal je sowieso ook nog op, zelfs op tweedehands, op je aankoop nog altijd BTW en invoerrecht. Als we dan kijken voor €450, als we iets kopen en je hebt de website invoercalculator.be, als we daar gaan zien, we doen een aankoop uit de United States voor een bedrag van $500, laat ons zeggen. Dat is omgerekend €441. En we betalen $15 verzending. Dat is al iets realistischer omdat het uit Amerika komt. Dan betalen we daarop. Dus dan hebben we 485 in totaal betaald. Omgerekend naar euro is $550.
betalen we 20 euro invoerrechten op, maar vooral ook 106 euro btw. Dus 21% btw. Dus dat betekent dat we uiteindelijk nog 138 euro extra betalen en aan een totaalprijs van 623,86 komen. Dus dat is al een pak meer dan uw oorspronkelijke 485. Dus dat is iets om zeker mee rekening te houden. Nu, als we teruggaan naar de echte veilingen. Ik zal hier snel in de lijst ook een veiling opzoeken. Dan kunnen we, ja, je kan eigenlijk, het gemakkelijkste is als je hier bij verkoopvorm in de kolom veiling selecteert. Je kan daar filteren op nu kopen of op veilingen. Door op veilingen te filteren, krijg je direct alle veilingen te zien. Ja, dat is ook een truc. Een veiling die begint met een minimumbod van 500 euro. Ja. Dan kun je er beter een nu kopen actie van maken. Hier, dit is de eerste Nikon FM3A voor 253,20 euro, momenteel hoogste bod. Dat is de eerste realistische. Komt uit het Verenigd Koninkrijk. Deze komt uit het Verenigd Koninkrijk. De staat is goed, zeer goed zelf. Deze is in zeer goede staat. Die staat nu op 253 euro. Nu, je zult zien, zeker in het geval van fotografie, wordt er heel vaak op de laatste minuut, en dan bedoel ik echt op de laatste minuut, geboden. Dus als jij ook een bod wilt plaatsen, zou ik je aanraden, aangezien dat iedereen het doet, om je maximale bod, dus dan kun je automatisch laten verhogen met een maximaal bod van, in dit geval, laat ons zeggen 400 euro, dat je dat plaatst de laatste minuut van de veiling. Je kan het object toevoegen aan je volglijst, en zo kun je op de hoogte blijven van de laatste wat er het laatst voor geboden is. Sowieso, als je iets aankoopt, ook altijd goed kijken naar de feedback die de verkoper gekregen heeft. In dit geval heeft de verkoper 100% positieve feedback. Ja, daar valt weinig op aan te merken. Houd er rekening mee dat je voor een positieve feedback dat je moet denken aan een score van 99,5 en meer. Dus als je daaronder gaat, dat kan zijn dat die persoon van 99% dat hij een aantal kleinere zaken goed verkocht heeft, maar dat hij een aantal zaken gewoon nooit geleverd heeft, die misschien duurder zijn. En zal een aantal slechte reviews hebben. Wel, dat is uiteraard niet interessant om te kopen van iemand die een slechte feedback heeft in de eerste plaats. Je kan ook heel gemakkelijk doorklikken naar de feedback van de gebruiker. Ja, in dit geval, die heeft nog niet veel feedback gehad, of toch wel 60 keren feedback. En dan zie je dat die mensen allemaal tevreden zijn. Maar hier in die berichten, dus het is belangrijk om die ook te lezen, zijn er vooral dan van de mensen die niet tevreden zijn, zullen er wel soms ook zaken staan van nooit geleverd, niet correct betaald en dergelijke meer. Als we teruggaan naar het object, dus dan kan ik al als tip geven om op het laatste moment uw maximum bod te plaatsen. Hou ook rekening met de invoerrechten, bekijk ook zeker de verzendingskosten. Ook als de aanbieding verlopen is, als je het aangekocht hebt uiteindelijk, is het belangrijk om zelf ook feedback te geven. Want het is aan de hand van die feedback dat andere gebruikers kunnen evalueren of die verkoper goed te werk gaat of niet. Feedback kun je geven tot 60 dagen na aankoopdatum. Dus dan hou er ook rekening mee dat je een bepaalde tijd hebt. Er zijn ook kopers die, als ze bedriegen, die dan u aan het lijntje houden om in de hoop dat je binnen die 60 dagen geen feedback hebt gegeven. Over bedrog gesproken, bij eBay is het minder vanzelfsprekend om een object ook te zien voordat je het koopt. Dus daar wordt er meer gewerkt met die veilingen en de hoogste bieder krijgt het object toegestuurd zonder dat het bekeken wordt. Dan zou ik ter bescherming aanraden om altijd via PayPal te betalen. Je kan er een creditkaart of een bankkaart aan koppelen. En PayPal heeft als grote voordeel, dus in de eerste plaats is het een product van eBay zelf. En PayPal biedt enorm veel bescherming op verkopersbescherming. Dus het is zo dat je, als je via PayPal betaald hebt, kun je tot 120 dagen na de aankoop nog een klacht indienen. Terwijl dat bij andere type betalingen maar tot 45 dagen na de betaling kan. En bij PayPal is de kans veel groter dat je geld ook gewoon terugkrijgt. En daar wordt het teruggeven van het geld gebeurt automatisch daar. Terwijl bij een overschrijving is de kans heel klein dat je het geld uiteindelijk nog terugkrijgt. Tenzij dat de verkopende partij van goede wil is en dan het product zelf of de betaling zelf terugstort. Wat een product uiteindelijk waard is, kun je ook gemakkelijk vinden op eBay. Door in je zoekresultaten
kun je, zoals dat we daarnet voor veilingen gefilterd hebben, kun je ook filteren voor objecten die al verkocht zijn. Als ik dan nu voor verkochte aanbiedingen, dan zie je hier, hier is een Nikon FM3A voor €370 verkocht. Hier zijn er twee voor 500, nee, hier is er één voor 500 verkocht, dat is al veel. Dus een zwarte, die zijn iets geliefder. Hier een voor 356, een voor 313, een voor 372. En zo verder. Dus dan zie je dat, dat een goede prijs bovenin de €300 is. Dus net geen €400. Dat is een goede prijs voor Nikon FM3A. Ook als je zelf een product wilt verkopen, is het heel interessant om dus te zoeken op eBay wat er al verkocht geweest is voor welke prijzen. En dan wens ik je heel veel succes met de aankopen en de zoekertjes die, die online wenst te zetten en te vinden. Dank u wel.